als hij nou eens zegt van ik kan dat 10 keer zoveel verdienen als in België, ja, daar heb ik het moeilijk mee. Dan zijn er ook nog een heleboel mensen die daar begrip voor hebben. Want daar heb ik ook wel begrip voor. Want wie wil er niet 6 miljoen in plaats van 6 ton verdienen? Maar iedereen toch? Zijn insteek was toch... Maar dan moet hij zich ook eens een keer kwetsbaar opstellen. En overigens vind ik dat jij de laatste bent die over dit onderwerp mee moet praten. Ja, maar... dat vind ik geen goede opmerking. Maar jij weet hoe de situatie in elkaar zit. Ik vind echt dat je een keer daarover op moet houden trouwens. Want jij weet echt hoe het in elkaar zit. Ik weet precies hoe het in elkaar zit en daarom zeg ik het. Je zit hier hypocriet te doen. Nee, jij hebt het zelf meegemaakt en jij hebt voor het geld gekozen. Nee, dat nou, is niet hier niet de boel opgezet. Dat is niet waar. Dat moet je me echt... Jij weet hoe het in elkaar zit, Johan. Ik heb jou het hele verhaal verteld. Dat ga ik je niet vertellen. Het zit niet zo in elkaar zoals jij denkt dat het zit. Dat jij bent gebeld terwijl je ja gezegd had en je hebt daar voor meer geld gekozen. Nee hoor, dat is absoluut niet waar. Nee, dat is niet waar. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Waar heb je dan voor gekozen? We hebben een afspraak gemaakt die niet goed uitkwam. Maar dan kom ik... Ach, wat doet het? Het gaat over Dick Advocaat. Die heeft het trouwens al 3 of 4 keer gedaan. Nee, want ik heb het over jou. Dat jij in dit geval niet mee mag praten. Want je gaat nou een hoop barbarie maken. Leg het dan uit aan iedereen. Nee, dat is duidelijk. Nee, maar het gaat hier even over Dick Advocaat. Dus dat is veel relevanter volgens mij. Wat vind jij ervan, Bert? Ja, maar jij zit hypocriet te doen, want jij hebt het zelf gedaan. Ik zit hier niet hypocriet te doen, want ik heb het jou een keer uitgelegd. Dus dat ga ik nog wel een keer aan je doen, oké? Okay? Nee, maar doe het aan alle mensen, want anders moet ik het die mensen weer uitleggen. Dan kunnen ze het beter uit jouw mond horen. Het is duidelijk volgens jou. Bert van Marwijk, wat vind jij ervan? Jij moet de situatie redden nou, Bert. Ja. Daar ben jij goed in. Heb je eerst die Hugo Borst en nou heb je dit weer. Ja. Nee. Ja, maar we hebben het niet over Bert nu, hè? We hebben het over elkaar.